Daar zit vlijt in, een ouderwetse tekst erop. Een aanmoediging, want Feyenoord kan dat uiteraard na de deceptie van afgelopen woensdag wel gebruiken. Een steun in de rug, het binnenhalen van de derde plek. Dat is het nieuwe doel voor het restant van het seizoen. Want de prijs, dat zit er niet meer in. Het zal blijven bij de Johan Cruijff-schaal die al in begin augustus werd veroverd. Dat was de laatste prijs voor Giovanni van Bronckhorst. Die na dit seizoen, dat weet u inmiddels, stopt als trainer van Feyenoord. Heeft gekozen voor deze opstelling. Haps voor het eerst sinds zijn blessure en basisplaatsen. Links achterin Van Persie is de nummer 10 in de rug van spits Jurgensen. Daar ziet u hem lopen. Dat betekent dat Toornstra naar de bank verwezen is door Van Bronckhorst. Larsson en Berghuis vanaf de flanken. En we kijken ondertussen naar de opstelling van Dick Lukien. Na een zware week, Kjell Scherpen is de goalie. Zijn broer overleed. Afgelopen dinsdag was de uitvaart, waar de hele selectie uiteraard bijeen was. Veel verdriet. En zoals dat dan gaat in het leven, daar zitten de familie Scherpen. Dan gaat de knop om. En dan gaat er weer gevoetbald worden een paar dagen later. Het is in ieder geval ook afleiding voor deze jonge doelman die het zo gigantisch voor zijn kiezen heeft gekregen. Zwakke bal van Martina. Jansen op links. Braken blijft in balbezit. Inleveren bij Anko Jansen, de man van de ideeën. Braken, 16 meter gebied in. Hakje, dat is goed gedaan. De eerste grote kans van de wedstrijd is voor Emmen. Beetje blind ingeschoten eigenlijk door Kavlan, die dat veel beter kan. Braken, goed het lichaam gebruikt. Met Vilena in de buurt. En daarna het hakje van dezelfde spits. Waarmee die Kavlan toch vrij zit in het 16 meter gebied. Hij kreeg het voor zijn kiezen, de man in het midden, Martin van Geel. Toen de bekeruitschakeling duidelijk werd afgelopen woensdag. Behoorlijk wat spreekkoren aan zijn adres. Van der Heijden. Die zijn verjaardag viert vandaag. 31 jaar geworden, de centrale verdediger van Feyenoord. Larsson, nou, die zou het kunnen proberen. Want helemaal vrij. Daar was hij even vergeten door de defensie van Emmen. Larsson. De realiteit is ook dat Emmen natuurlijk voorafgaand aan deze speelronde op de 16e plaats staat. Dat zou na competitie betekenen aan het einde van het seizoen. Waarbij voor Emmen de doelstelling was vooraf om vooral niet rechtstreeks te degraderen. Hier is Larsson. Jurgensen voor het doel. Daar komt ook nog Berghuis. Die krijgt de kans. Omdat ze bij Emmen lijken te denken dat het wel met een sisser afloopt. Uiteindelijk gebeurt dat ook, omdat Berghuis naschiet. Zo komen de kansen daar voor Feyenoord. Jurgensen. Sint-Juste, Klaasie. Ook Van Persie, mooie beweging over het been van Chacon. Wat strammer en stroever, maar zo'n mooie lichaamsschijnbeweging zit er natuurlijk nog altijd in. Berghuis met de vrije schop richting de tweede paal, richting Van Persie. Scherpen zit er nog aan. Larsson. Weer vrijgespeeld aan de linkerkant. Daar is het voor Feyenoord te halen. Berghuis staat daar nog na die hoekschop. Larsson. Van Persie. Van Persie draait zich vrij. Gaat hij nog schieten? Dat gaat hij doen. Maar voorlangs. Het is kappen en draaien in een hele kleine ruimte. Van Persie heeft hem uiteindelijk voor zijn linkerbeen. Maar raakt hem dan niet vol genoeg. Hoekschop Emmen. En de kans, de grote kans. Dat had het kunnen zijn van het hoofd van Braken. Anko Jansen, dat is nuttig, dat verlengen door Jansen. Het is 2 tegen 1, Martina. Braken staat helemaal vrij, dit moet Emmen uitspelen. Braken neemt hem slecht aan. Wat een kans voor Emmen om op 0-1 te komen. Maar wat hopeloos uitgespeeld. Braken, vrijgelaten, losgelaten. Maar deze aanname, daarmee verprutst hij het. Berghuis.
Daar ligt de ruimte aan de zijkant bij Larsson. Larsson versnelt. Komt met de voorzet en daar is de openingstreffer. Wie anders dan Robin van Persie. En je voelt, je proeft de opluchting in de Kuip over deze goal. Want het heeft even geduurd. Het is nummer 12 in de afscheidstournee van Robin van Persie. Wordt geïnitieerd door Larsson met een goede actie. En van Persie met het laatste tikje. Troeft daar Nijthaard af. Die nog probeert te redden de situatie, maar dat lukt dus niet. Oh, Martina laat zich verrassen door Braken. Braken af op Vermeer. Dat was een lastige hoek. Toch alweer de derde mogelijkheid voor Emmen. Dat verdedigt, tegenhoudt. Maar in de eerste helft al drie kansen heeft gekregen. Slap verdedigd door Martina. En Vermeer, dat is zorgelijk voor Feyenoord. Is erbij gaan zitten. Bijlo natuurlijk ook nog altijd geblesseerd. Ja, een sneu moment natuurlijk voor Vermeer. Die het gewoon goed gedaan heeft. Na de blessure van Bijlo, maar niet voor het eerst. Doet hij er met een blessure af. Mooie ontvangst voor de 28-jarige Fransman, Joris Dille. Die hier toch misschien geen rekening meer mee had gehouden toen hij zijn contract tekende in augustus. Keeper in de Kuip. Drie kwartier onderweg. Extra tijd is aanstaande. De voorzet ook. Die komt richting Berghuis. En Scherpen zit daar misschien nog met een handje aan. Of stuit het die bal over de goal naar de kopbal van Berghuis. Dat laatste. Het is een doeltrap. Goede voorzet was het van Haps. Robin van Persie. Instinctief naar de rechterkant. Naar Berghuis. Van Persie direct weer in beweging. Bediend door Berghuis. Dat is fraai gevoetbald. 2-0. Een opleving van Feyenoord in de 52e minuut. En het wekt geen verbazing dat hij daar de aanstichter van is. Robin van Persie. Want waar het grootste gedeelte van Feyenoord nou, bijna plichtmatig overkomt, geeft hij alles. Larsson naar Sint-Justen. Jurgensen nu wel naar Van Persie, die goed bediend wordt door de spits. Maar de uithaal van Van Persie is ongevaarlijk. Klaasie. Het gaat allemaal in een heel mager tempo bij Feyenoord momenteel. Berghuis. Dat is wel een mooie demarrage van Berghuis. Fijne actie op de achterlijn. Maar nog geen derde treffer. Corner is inmiddels genomen. Hier is Klaasie. Berghuis. Sint-Justen vrij van Persie. Zijn hat-trick. Hat-trick compleet voor de beste man op het veld. Het is een gezapige zondagmiddagpartij tussen Feyenoord en Emmen, waar het krachtsverschil enorm is. Ondanks het feit dat Feyenoord zich niet eens van de beste kant laat zien, maar Van Persie staat op. Randje buitenspel, Gronsveld heft dat op één lijn, voordeel van de twijfel. En deze goal zal tellen van Van Persie. Hattrick voor de man die bezig is aan zijn afscheidstournee. Braken, Haps, niet voor het eerst vanmiddag met elkaar aan het ruzieën. Maar het spel gaat ondertussen verder. Gronsveld. Richting Slagveer. Bal blijft een beetje hangen. Slagveer draait goed weg. En dat is de meest serieuze kans voor Emmen in de tweede helft. Bal zelt langs de kruising. Van Persie. Weer aangetikt en weer een vrije schop voor Feyenoord. Op een interessante positie. Maar dat heeft toch allemaal niet zo heel veel opgeleverd. En wie nu?
Berghuis met een hele vrije schop om er 4-0 van te maken. Ze geloven het verder ook wel bij Feyenoord. Berghuis schokt gelijk terug naar zijn positie. Het wordt niet al te uitbundig gevierd. Het is al lang en breed gespeeld natuurlijk. Maar mooi is hij, deze vrije trap. De 7e van het seizoen voor Steven Berghuis. Dan gaat de Kuip, de mensen in de Kuip staan. Een hat-trick voor Robin van Persie. Zijn eerste in de Eredivisie. De handen op elkaar terecht. Want vanmiddag de beste van allemaal. De eerste van dichtbij. De tweede subtiel. En de derde bekeken. Sinisterra voor de laatste minuten. Maar dat is een wedstrijd die niet heel lang in het geheugen zal blijven hangen. Deze 4-0, want zo eindigt het. Daar is het laatste fluitsignaal van Kamphuis. 4-0 is afgetekend. De applaus is daar, maar het is natuurlijk te weinig om die kater van afgelopen woensdag helemaal weg te spoelen. Daarvoor was het niet sprankelend genoeg. Hij wel dus, met 3 treffers. Seizoenstotaal nu op 14. Berghuis met een mooie vrije trap. Dat waren de hoogtepunten in een verder pover en eenzijdig duel. Feyenoord verslaat Emmen met 4-0 en blijft voorlopig staan op plaats 3.